Nou, dan heb ik op het rek knopje gedrukt. Zal ik dan op een Mooi. ander knopje drukken? Druk juist op een knopje. Ja... Het ja. is hem weer, hè? Het geluid van het weekend. <laughs> ja, voor sommige mensen wel. Maar ja. ja, voor ons eigenlijk is het, is het, uh, het afscheidsmelodietje. Dat is ons uh, weekendgeluid. Ja, Over eigenlijk we daarna, nog, daarna nog moeten werken meestal. Daarna moeten we nog wat doen, inderdaad. <laughs> <laughs> ja, maar ja, sommige Maark mensen die houden de BV Nederland met alle liefde en plezier draaiende natuurlijk, hè? Ja, dat zijn wij, toch? Ja, dat zijn wij. Hey, en uh, het is uh, uh, podcast nummer 50. Ja, Jeetje. Met dit? Ja... Zo, ja. hebben we ja. dat ook weer gehad. Ons nou verjaardag die is bijna, die is over. Uh, ik denk over een week, want we hebben er eentje niet gedaan. Dan zitten we op nummer 52 eigenlijk. Week 52 volgende week we, zijn we jarig. Oh, nou, ik zal je vertellen waar ik volgende week ben. Waar ben je In nou Oostenrijk. weer? In Oostenrijk op wintersport. Ah, jongen, 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 ja. jeetje. Ja. Dus we gaan gaan we er geen doen. Nou, we gaan het niet op vrijdag doen. We zouden kunnen kijken of we hem op zaterdag kunnen doen. Op zaterdag? Want dan ben dan ben ik waarschijnlijk wel terug. Maar dan moeten moet we even. Laten we contact houden. Ja, laten we daar contact zijn. houden. Ja. Ik ben natuurlijk gewoon aan het werk op zaterdag, hè? dat weet je. Ja, natuurlijk. En op Tuurlijk. zondag. Maar ja. uh, dat, dat komt ja. wel goed. Dan heb ik tussen, ja. tussen elf en nee. twee wel even vrij. Ja, <laughs> heb je. Oh, ja. Ja, jij jij uh, moet de statiegeldblikjes blikjes afspoelen, toch? In de ja, Europa, dat doe ik. Of heb je al promotie gehad? Nee, ik mag ze nu halen. Ik <laughs> heb een, een, een bedrijfswinkelwagentje. En dan mag ik ze <laughs> zelf uit de vuilnisbak halen en dan mag iemand anders oh. opspoelen. Dat is echt super tof. Ja, wat ja, leuk, man. Ik heb het wel voor elkaar, hoor. Ja, je bent wel lekker buiten hoor. Ja, heerlijk, ja, man. Ja. En je, en je, super... komt, je komt mensen tegen. Superleuk. Ja, dus. Altijd in voor een praatje, die Nicola. Zo is het. De week van Wouter en Nicola. Kunnen we zeggen, genoeg gelult. Laten we gaan beginnen met die hele podcast van ons. De Autoblog podcast. Ja, nummer 50. Ja. We moeten nog wel zeggen dat het de nummer 1 automotive podcast in Amsterdam en Rotterdam is zeker in ieder geval op dit moment op ja. dit moment zeker ja, ja. waar ja, zit ja. jij zit in Amsterdam hè ja. Okay. ja en jij zit niet in Rotterdam nee hè? ik zit in Loenen aan de Vecht <laughs> Loenen ja het is een soort soort Amsterdam maar dan klein geen ja. flauw idee waarom ik dat zeg goed nee. uh, hoe was je week Wouter wat je bent in Nederland ja in ja, Amsterdam zit je ja ja ja, ja. Vandaar, nou, gisteren was ik nog gisterenochtend was ik nog in Nice. Okay. met uh, Volkswagen ja. De Tiguan en Passat. Passaat. Uh, mag nog niks over vertellen hoe het rijdt. Maar uh, nou ja, het rijdt als een Tiguan en een Passat. Ja, dus, uh, yeah, dus ik denk dat het is je er helemaal niks mee komt. En... Ja, ja. Ja. <laughs> ja, dus uh, ja, nee. En verder, de, de rijtest die jullie zagen was van de week ervoor. Ferrari Puro Thanga, was ook oh. in Frankrijk. Ja, man. Mooi man, dingen, hè? Oh, ja. ja. Nou, ik moet zeggen, inderdaad. Weet je, als je foto's ziet, denk je ja, weet ik nog niet helemaal. Dan zie je het echt. Denk je, ja, dit is toch wel heel dik. Aan de andere kant, uh, wij gingen op een gegeven moment even lunchen ergens bij een uh, ja, zo'n lokale fastfood-ding, uh, zeg maar. Hè, ja. Die je heel veel hebt in Frankrijk, van Amerikaanse origine. Dat is de maar dat is uh, Adi <laughs> ja, met die grote ja, gele kroon. Uh, ja. Ja. ja, of zaten we bij die andere? Nou, ik weet het niet meer. Nou ja, en toen stond, ja. hij, stond hij in een rijtje met een aantal uh, ja, vrij modale crossovers. En dan denk je, hij valt dan toch minder op dan een Ferrari 812. Ja, maar dat is juist uh, goed, toch? Ja, nee, nee, ja, voor sommige mensen wel, voor sommige mensen niet. Maar ik dat, dacht, dat, dat, ja, het is wel een beetje dat formaat auto uiteindelijk. Okay. qua hoogte en breedte. Ja, hij is wel breder natuurlijk. Hij is allemaal wat ruiger, maar het is knatter dan niet uit, zeg maar, zoals een sportauto zou doen. Ja, daarom vind ik hem zo vet. Omdat het is ja. wel een Ferrari, maar je kan er nog tussen aanhalingstekens een beetje anoniem mee door het verkeer heen. Ja, moet je geen gas geven. Nee, hè? Want mijn god, wat klinkt dat ding? Vooral van buiten en vooral dat aanzaaggeluid van die V12 niet te filmen. Als jij de loterij wint, dus, ga je er eentje kopen? Ja, dat denk ik wel. Ik ook. Maar ja, het, is wel het is een onhandige vierzitter. Ja, boeien. Uh, ja, voor jou maakt het niet uit. Nee, voor mij, nee jouw passen er ook in, in toch? In een vrouw. Ja, ja, dan ja, zeggen die nou, pas ja. ook in die 9-11, dus dan passen ze ook ja, wel in, ja, een in. in. Ja, nee, ja. ja, ja. de 9 Ja, dan passen ze zeker in. Ja, precies. Nee, dat is waar. dat is waar. Ja, ja. dan ruilen we de 9-11 in op bureau zangen en ze zien me aankomen daar. Ja, wat krijgen je daarvoor? In zijn kliktes item zeg ik dan. Ja, is het gesigneerde Gaai. Ja, precies. Hij nee, is, ja, nee, is niet de originele kleur. Nee. niet de originele wielen. maar nee, die heb ik nog wel ergens. Nee, dat gaat helemaal goed komen. Maar daar gaan we het zo nog even over hebben, want je was vorige week ergens mee bezig wat je ons niet wilde vertellen misschien dat je het straks wel wil vertellen nee nee, oh, nee nog niet nee nee, nee 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 maar ik heb wel wat anders gedaan dat kan ik wel oh doen. nou gaan we het ja. daarover over hebben ja. Ja, ja, ja. ja maar jij jij ging uh, je auto uitlijnen ja en in de dus rijbox staat er nu, uh, nu rijden met een T ik heb er gewoon gewoon een dateje tussen gezet dat is een beetje langer, een spelfoutje geweest, omdat ik heel snel een Blast, had. Hè? Een beetje. Nee, mijn auto is ja. uitgeleind. 3D uitleiden bij Aarens Autobanden in Loenen-Sloot. Um, ik, ik weet niet of ze luisteren, maar uh, ik zou, als, ik, als je ooit een keertje ergens naartoe moet gaan, moet je niet daarheen. Tenzij je uh, het niet fijn vindt als mensen met je praten. Dat doen ze niet. Die zitten nee. er met, Dan kom je eraan. Dus maandagochtend 9 uur en dan. Uh, je krijgt net een knikje waar je even kan gaan zitten en je sleutel kan inleveren. En dan gaan de twee gasten naast elkaar zitten. Die praten ook niet. En die laten de, de sleutel liggen. En die zijn er gewoon een half uur bezig met andere dingen. En dan gaat er eentje zuchtend en steunend, komt hij overeind om de auto maar eens te pakken. En dan komt hij zuchtend en steunend een paar keer voorbij lopen. Nou, uiteindelijk heeft het wel gewerkt, want hij rijdt echt weer als nieuw. En het kostte nog geen 100 euro. Ook wel eens een keer lekker. Maar ja. voor een, een, een beetje klantvriendelijkheid niet die kant uit, gewoon lekker naar matten in Hilversum, want die is wel goed. Dus dat terzijde. Oh heerlijk. Ja, nee, nee. maar goed. Ja, maar de jongens hadden nog geen koffie gehad. Ik weet je, ik ja, begrijp het allemaal. Nee van, nee nee, ja. ik ben daar vaker geweest en ik vergeet het iedere keer dat het zo ontzettend slechte service is daar. Echt ja. niet te doen hoe slecht. Sorry dat ik het zeg, maar ik hoef er denk ik ook niet meer terug te komen. Maar echt nee. niet te doen. Maar goed, uh, het resultaat, dat kunnen ze dan weer wel. Want hij rijdt echt weer heerlijk. Dus het stuur ja. staat weer recht ja, ja, hij trilt niet de, meer. Er zijn natuurlijk ook mensen, zelfs als je naar de kapper... Naar de tandarts heb je er wat last van, want dan zit ze toch in je mond. Maar de, de kapper, mijn gyro, kan er wel die blijft lullen, zeg ja. maar. En, en mijn chiropractor is ook zeg maar, echt uh, auto-fan. Dus die kijkt op YouTube uh, uh, ook, ook de video's van mij en zo. Dus ja, weet je, ik in principe bij de chiropractor heb ik een afspraak van een kwartier. En, en hij ik zie ik, volgens mij boekt hij e inmiddels al gewoon een half uur in. Want dan nou, <laughs> nou, kan hij doorlullen. Dan kunnen we even lekker hey Op zich is wel leuk. Dus ik, maar ik weet ook dat er mensen zijn die denken van... Ja, maar als ik naar de kapper of weet ik wat ga... Dan, dan liefst iemand die gewoon niet aanhoert. Ja, maar, maar dat heb even. ik ook. Bij de kapper ja. heb ik dat ook. En één en kort praatje, prima. Maar dit was, dit gaat gewoon net de andere kant op. En gewoon ook ja. de, de, de onvriendelijke gezichten die ja een klein beetje meer. Ja meer naar je klanten toe kan best. Aan de andere kant, die gasten bestaan al langer dan ik besta, Dus ze zullen wat ja, goed doen. Dat, dat is waar, ja, dat is waar. Maar, maar uh, je hebt minder dan 100 pieken uitgegeven... aan het uitlijnen van die Tesla Model ja. S van je. Ja, ja. Dus je houdt geld over. Ja. Je ging bij een Z4 kijken. 1 ja. en 1 is 4 in dit geval. <laughs> maar, Welke kleur wordt de Z4? Ik heb er even in gereden. In een, een witte met rode bekleding. Een, de Oeh, de, de 23. Hoerig. Ja, heerlijk. Precies ja. dezelfde als die ik al had eigenlijk. Ja, het reed ja. weer super. En uh, het dakje kan. Even naar beneden, het geluid is heerlijk en nou deze was vrij prijzig vond ik die was bijna 20.000 euro en had 130.000 gelopen had geen sportstoelen en de navigatie hoeft er niet per se in, maar dat vind ik toch wel mooi en toen dacht ik van weet je, deze gaan we niet doen en dan staat er nog een hele mooie in donkerblauwe staat er op de, de, de autosites die wel alles heeft, maar die heeft nog alleen geen Nederlands kenteken wat in principe ook best handig is. Die is een, een vriendelijkere prijs. Maar toen dacht ik opeens van, jeetje, wat ben je nou dat te gaan doen, man? En ga ik nou weer iets kopen omdat ik moet kopen? Ben ik gewoon een soort uh, Patrick Kikker koopverslaafde? Ja, zoek maar op. Ja. Patrick Kikker koopverslaving. Ja, ik... ja, dat las ik ergens. Ja. Maar ik denk, en Patrick Kikken is voor de radio-nerds, die schrijft radio-dingetjes. Dat is uh, erg leuk. Maar dat ook weer terzijde. Nee, ik dacht, ik dacht eigenlijk van, ja, weet je, ik heb die saap. Als ik cabrio wil rijden, dan doe ik dat. Ik heb mijn, mijn leuke oude brommertje waar ik aan zit te sleutelen. Ik doe het eens een keer niet. En dat houdt er even in. Het is gewoon toch weer een hele hoop geld. en dat kan kan ik dan opzij leggen voor als ik een Porsche Taycan Turbo wil kopen. Ja, daar ja. kwam ik Michael gisteren die liet even een foto zien van een vriend van hem, althans van zijn auto. Die heeft dus een donkerblauwe TK Turbo. Ja, oh, die mot ik ook. Mooi jongen. Ja, ja. Ah, ze worden langzaam echt een stuk vriendelijker gebruikt. Hij is, ook, is nog steeds dus heel ja. duur, maar ik denk over een jaar of nou, twee dat het wel een keertje moet. Uh, nou, kijk, een ja. gewone is denk ik ook al snel genoeg, toch? Dat weet jij. Ja, mm -hmm. of, of moet je de S hebben of de turbo nee, of de turbo S? Nee, nee, nee. Nou, kijk, die gewoon heb je de achterwielaandrijver. Dat rijdt wel echt wel lollig. Is echt een achterwielaandrijver en natuurlijk ja. elektro koppel op die achterwielen. Dus als je een beetje dwars wil, dan dan, hop, dan sta je achter tevoren. Ja. Uh, die is vlot, zou ik zeggen. Ja. En alles daarboven is eigenlijk je denkt, ja, dat is meer dan snel genoeg. En tuurlijk, als je van een 4 S in een turbo stapt, denk je, ja, wauw, nog sneller. Maar eigenlijk uh, maakt het niet uit. Nee. Uh, als je gewoon een 4S, een GTS, een Turbo, Turbo S. Uh, het is allemaal kijkend van... ja. Ja, 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 weet Ja, nou, dus, Het, nee, het viel mij zo op met die Tesla's dat ik eerst die 100D had. En dat dacht ik toen ik er net in zat van, Wow, wat gaat dit snel? Nou, dat dacht ik na twee dagen niet meer. Toen kocht nee. ik die P100D en dacht ik de eerste keer weer van, jee, wat gaat dit hartstikke, echt bloed uit mijn hoofd. En dat je na nou, eigenlijk ook weer na een dag of twee, drie denkt van ja. Ja, dat ik op een gegeven moment ook gas gaf, ik denk, doet hij het wel? En dan kijk je op je, op je teller en denk, ja, ik rij 170 in, in no time. Ik denk, ja, dat gaat nog wel. Ja, en hij doet het. Ja, ja en als, je, het als ik weer eens in een gewone auto rij met brandstofmotor, het op opeltje van mijn moeder, heb ik laatst even een rondje. En dan geef je gas, naar een je op Harry. En dan kijk ik op je teller en dan doet hij niks voor je gevoel. Dan denk ik denk, oh ja, het gaat wel hard, maar het wendt zo. Oh ja, oh ja, koppeling op laten komen. Ja, denk ik oh ja, dat was het. Ja, inderdaad. Hij moet in zijn versnelling, ja. ja. Dat klopt. Ja. Maar, nee, maar het, 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 het wendt gewoon zo snel. Dan denk ik ja. van ja. Aan. Maar heb je het dan? Heb, heb je het nodig? Nee, sowieso niet. Is het leuk? Altijd. Maar uh, een turbo hoeft niet per se. Nou, ik vind het echt serieus. is een ja, serieus. serieus. Houden we ervan? Dan hebben we muziek ja, 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 Serieus. Doem, ja. Doem, doem, doem. Nee, bij uh, EV's is, is die meer opbrengst van, van uh, weet je, uh, boven de 500 pk bij een EV, op een gegeven moment dat je denkt, ja, het zal. Het is, weet ja. je, er zit, er zit weinig extra sensatie in. Weet je, als je, als je natuurlijk van, even is dus niet het goede voorbeeld, wellicht, maar als je van een Golf 1.6 naar een GTI gaat en daarna naar een, uh, eh, een VR6 die we vroeger hadden, mm -hmm. weet je, dan ga je ook gewoon qua belevingen, ja. geluid en andere dingen en zo en dat, het voegt, voegt gewoon echt wel veel toe. Is zo. En bij de EV's, ja, ik had het ook met de BMW i7, dat ik dacht, ja, die x drive 60 is echt meer dan snel genoeg rijden. De M70, denk je echt, nou ja, eigenlijk geeft het gewoon Het ge heeft eigenlijk geen bijna... zin, hè? Nee. Het, nee, het, het, het nee daarna dat, dat, nou, Ik hou in principe ook, vind ik dat wel leuk, hard rijden, jij helemaal. Maar zelfs dat jij dat zegt, als, als iemand die toch echt wel van snelheid en, en het adagium bezigde, meer pk is altijd beter. Ja. denk van ja, in principe ja. is het wel oké. Okay. Nee, grappig nee, klopt. Ja, er zit, er zit een soort... Uh, ik denk boven de 500 pk. Het geldt ook wel een beetje voor, voor auto, gewoon normale auto's. Mm -hmm. en met op een gegeven moment, Ja, weet je. Tuurlijk, het is nog sneller. En je verliest nooit meer een stoplichtsprint. Nee. Maar ja... Hoe mm. vaak doe je dat? Dat is ook nee, een nee, ding, hè? Nee, nee, dat he? klopt. Maar, ja, maar het ja. idee dat het kan, dat vind ik dan wel weer leuk. Ja. Dat is, het is heel stom. Dat heb ik dan inderdaad ook met mijn auto. Ik denk, er zijn er maar weinig die sneller weg zijn dan ik. En dan rijd ik heel rustig weg. Nee. Het is echt heel <laughs> stom. Hey, maar dat is wel een hele leuke brug voor... Feeling Allerheetste autoblog nieuws. Ja, want als wij zeggen dat uh, meer vermogen in EV's niet altijd beter is, hebben we goed nieuws, want Lucid komt nu met de echte instapper en die heeft minder pk. Ja, de Air Pure RWD Rear Wheel Drive. Ja. Ja, zo heet um, hij. Ah, ja, dit is, dit is een voorbeeld. Ik heb toen in die Lucid gereden. Ja. En die had, Hoe was die dat? Wel on... alweer. Ja, je denkt, ja, ik, ik vind heb... hem mooi. Ik, ja, absoluut. Hij was destijds echt. Heel erg duur. Echt, ja. zeg maar, tranen in je ogen. Je krijgt een beetje kramp van overal. Duur. Oké, <laughs> oké, okay, okay, duidelijk. Dat. Uh, en... Ik vond hem niet lollig rijden. Weet je, wat wat je wat je, uh, je wil zeg maar als als het dan zoveel vermogen heeft een soort sportieve genen dat je ook denkt ja, het is het is leuk. Weet je, het geeft het heeft kan een beetje lol trappen. Dat kon ik eigenlijk helemaal niet. Uh, okay. dus dus ik, uh, ja, en vooral dat duren, dat helpt denk ik ook niet. Dus ze komen nu met een echte instappen. hè. Uh, ja. elektromotor, 422 pk. Ja, eigenlijk bedoel, ja, dat is gewoon genoeg. Ja. Uh, 4,7 seconden naar de 100. Dat is nog steeds erg ja, snel. Uh, ja. Weet ja. je nog dat de E60 BMW M5 kwam met 507 ja. pk? Die haalde ook 4,7 naar de 100. Ja. En dat was wow. Ja. Het ja. is ja. nu nou, 15 ja, jaar ja, geleden. Ja, ja, precies. Nou, uh, mijn 911 is langzamer naar de 100. Hè. En niet dat het nou de, de maat mm. der dingen is. Zeker niet. Want zo snel is hij natuurlijk uiteindelijk niet meer. Maar uh, dat geeft wel even aan ja. dat je in 15, 20 jaar... Ja, ja de instapper, oh Ja, 4,7 naar de 100. Mo, ja. Uh, yeah. ja. Um, wat gaaf is bij Lucid? Uh, ze claimen, zeg maar enorme range. Dat heb ik nog nooit kunnen testen, echt met. Uh, want ja, ik heb er al een keer een uh, blokje om meegedaan. Mm -hmm. Maar 747 kilometer uh, range. Dat weet ik ergens... uit ervaring nu. Dat je dat lang van zo lang zal zijn leven niet gaan halen. Maar je komt nee, er wel en je, mee. Ja, nou ja, ben ik ben ben nou wel benieuwd hoe ver je er dan mee, uh, mee komt. Uh, en uh, behoorlijk goed snelladen. 20 minuten 400 kilometer erbij. Ja, weet je, dat is natuurlijk als je gewoon een grote range hebt. Dus dat, 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 dat is prima. Ja. En. Ja, dit is wel mooi, dit hoorde ik gisteren dan ook, dit is maar, zeg maar een beetje een statement van Loose Itself. Ja, hij is goedkoper dan de instap Model S. Ja. Alsof zeg maar, een nieuwe Model S, dat dat nog zeg maar, bij iemand op het lijstje staat om te kopen. Nee, niet echt he hè? Helemaal niet toch? Nee, volgens mij werden er 16 verkocht of zo afgelopen jaar. Nee, even serieus, we ja. gaan zo over de prijs hebben. Maar stel je, je mag een, een ton, ja? of he, rond een ton uitgeven, of moet een, rond een ton hmm. uitgeven aan een elektrische auto. Wat is waar, waar, waar ga je naar kijken? Nou ja, bij mij weet je dat ik als eerste ga kijken naar een aan, maar die gaat vanaf 113.000, de nieuwe. Nee, nee, nee. Die, ja, ja. Oh, dat de, is de nieuwe. De, de Performance Battery Plus is dat, hè? Nee, ja, uh... nee, nee. Ik heb toen. Hij begon volgens mij bij 91, ik weet niet hoe okay. het nu is, inderdaad. Uh, en toen ging ik. Ik heb toen ook eens een configuratie gemaakt. Gewoon omdat ik dacht, ja, het is wel tof. Mm -hmm. En de, alleen maar de essentiële dingen voor mij dan. Hè? Ja. De stoel, stoelverwarming, uh, een föhn, nou ja, dat soort dingen, weet je. Spie, <laughs> extra <De> spiegeltjes. erbij spiegeltjes <laughs> erbij. Ja, ruimte voor je jas. Een roze kleur. <laughs> ja, dat, dat, dat soort dingen. Ja. Nee, die, die performance battery. Volgens mij het sperdifferentieel achter. En dat is dan in zo'n pakket met, weet ik veel wat, de andere ja. dempers en zo. En toen kwam ik volgens mij op 110.000 euro. Zodat ja. ik dacht, nou ja. ja, ja, ja. Het is wel geld, ik, maar voor zo'n auto. Ja. 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 Nou, maar ik, nee, maar we, ik, we, ik ik zou, denken, ik zou als eerste voor die Porsche gaan, en daar staat hier een heel mooi lijstje op uh, Autoloog. Uh, je kan de Mercedes uh, EQE, uh, die is 82, de, de Tesla Model S staat, er. die is echt het duurste. De EQS kan je zelfs bijna al krijgen voor dat geld. Ja. Of die Lucid Air voor ja. 88. Ja, ik ja. zou als ik toch voor iets ga, ik denk dat als de Porsche niet haalbaar is, Geheid voor die Lucid Air en die Tesla, die komt niet eens bij me op. Echt serieus. Nee. Dan denk ik, nee, die nee. koop je of tweedehands voor een, voor, voor een halve kratz of uh, niet. Nee. Of je ja, koopt een drie top. met alles erop en eraan de performance. Ja, ja. Ja, ja. Ja, nee, eens, ander. eens. Ik, ja, maar ja, Tesla is ja. natuurlijk wel, zeker ook voor een Lucid, is wel de benchmark natuurlijk. Ook een nieuw Amerikaans ja, merk, relatief nieuw. Ja, maar dat zou natuurlijk... Ik vond het grappig dat ik dacht, ja, maar dat moet ze nu niet meer mee vergelijken. Ik zou eerder, als, als stel, want hè, nou, is euro, hè, ja, is 88.000 euro, de, de, de Lucid Air. Als dus je voor dat geld, Nou, dan zou ik bijvoorbeeld ook even gaan kijken, joh, BMW i5 met een paar leuke opties. Ja. Waar komt die dan op uit? Of je naar nou, de Mercedes. Ik haalde net een, een donkergrijze Mercedes EQE in, een 300, Dus volgens mij de, de instap. Ja? Wel, ik denk wel met een amg pakketje zo je toen dacht ik. Ja, ik vind hem zo eigenlijk best wel mooi. Durf niet hard op te nee, zeggen, dat mag maar ik zeggen. heb het nu toch gedaan. Ja. Uh, dat ik dacht, ja, ik vind hem eigenlijk wel best wel, uh, wel oké. Okay. Nee, dus ja. Hoe heet het uh, ook weer de die, die kleine SUV uh, EQ uh, is dat ook weer gewoon. Uh... De, de... de EQA, EQB. Ja, EQC hebben ze niet meer. EQE, SUV. En volgens EQS, mij is het dan S, de EQ, EQC. De, een van de eerder was dat die, die gewoon ja, ja. echt heel erg leek op een gewone. Vond ik ook echt een mooie auto. Die zou ik ja. echt nog ja. wel willen rijden. Liever ja. dan een nieuwe Tesla. Ja. Nou, dat. Of een Lucid dus. Lucid. Gaat dit werken voor ze? Nou ja, ik weet het eigenlijk niet. Ja, de mensen die ze kopen, die ze rijden. die kunnen ze toch over het algemeen leasen. en zitten in het hogere segment. Ik weet niet of dat heel veel uitmaakt dan. Ik zal ze eens vragen, ik uh, werk vlak naast de Lucid Dealer in Hilversum. Ja. Dus ik ga er eens een keertje naartoe. Kom ik er langs mee met mijn Tesla. En dan zullen ze me met open armen ontvangen. Dan denken ze, hey, iemand komt de Tesla inleveren voor een. Lucid. Ja. Ja, ja. Dus uh, ik weet niet of het gaat werken. Ja, het is, het is toch. Ja, is het, is het bekend genoeg? Hè? Is het, uh, zijn, zijn er mensen die met badges willen pronken, willen die erin rijden? Ja, ik weet het niet. Ik zou hem wel willen. Ik vind hem erg mooi en groot. Ik, ja. ja, ik. Ja. Maar het onbekend maakt onbemind. Nou ja. zijn wij al tien minuten over de Looster aan het, uh, aan het praten. Dus sturen, het we sturen ze even een tikkie. Ja. Ja. <laughs> ja. Nogmaals, ik rijd er zo langs. Zeg, hey, we gaan het morgen over jullie hebben in de podcast. Betalen. Betalen nu. Ja, nu. Hey, even kijken. Nee, ik vind, maar, ik, uh, het is wel grappig. Ik was, uh, bij, met Volkswagen waren ook natuurlijk wat andere autojournalisten erbij. Wat, wat, wat ons in het algemeen opvalt, is dat de nieuwe merken, dat je eigenlijk weinig van ze hoort, best vaak. Weet je? Uh, en dat het ook een soort van, je moet soort op je knieën mogen, alsjeblieft een auto van je lenen. En zo. Niet allemaal, hè? De, de Nio bijvoorbeeld is, is een, 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 de uitzondering, daar doen ze het doen ze wel gewoon netjes. Een aantal van die nieuwe merken echt denk ik... jongens, je moet zorgen dat mensen het weten... Ja. dat die auto's er zijn... en dat ze, dat ze nou ja, goede en slechte kanten hebben. Maar echt, het is... Loes zit ook in dat, denk ik. Ja, weet ja, je gewoon anderhalf jaar niks gehoord... En dan al nu, oh, we hebben een nieuw model. Ja, leuk, oké. Okay, wanneer gaan we een keer fatsoenlijker mee rijden en zo? Want PR. dat is allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ja ja ja, 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 ja. Nou, we hebben het er nu zo lang over gehad... als dit geen verkoop succes wordt... weet ik het ook niet meer. Nee, weet nee, je nou? wel, in ieder geval geen... Ja, ja, ja is dat te denken. Ja, ja verkoopsucces. Het <laughs> is blijkbaar wel een verkoopsucces, maar... Uh, auto's van de Volkswagen Groep die mogen de VS niet in door een Chinees onderdeel. Wat is dat nou voor verhaal, Wouter? Ja, nou, het is best een apart <laughs> ja, verhaal. Ja, zeker. Uh, er staan duizenden auto's van, uh, van de Volkswagen Groep te wachten in de havens van de VS. Uh, er zit een onderdeel in, maar welke zeggen ze niet, wat niet Deugd. En ja. het komt uit China. Ja. Volgens mij had het te maken met uh, dwangarbeid, toch? Dat ja. was, dat, uh, yeah. Het is niet dat het niet goed is, dat het kapot is of onveilig is, maar het zou gemaakt zijn door uh, Oeigoerse slaafarbeiders, slaven. Ja. En ja, dat kan natuurlijk niet. Nee, dat moeten we zeggen. Nee, nee. dat kan niet. <laughs> <laughs> Twee witte mannen die dat zeggen en daar ja, grap over maken. Oh, die die alleen maar voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. <laughs> Zulke mannen. <laughs> nee, nou ja. Ik, ik, wat, wat ik daar interessant vond... En, en misschien gaan we het iets anders horen op een gegeven moment... Uh, dat dat niet klopt. Maar volgens mij, Volkswagen Groep... Communiceert het gewoon zelf van: Hey jongens, we hebben iets gezien, we hebben geconcludeerd, en nou ja, we willen dit er nu gaan uitzoeken. We gaan die auto's niet uitleveren? Ja. dus uh, dat lijkt alsof ze zeg maar ja, toch vrij netjes doen. Het zou ook kunnen dat ze dat ze gewoon uiteindelijk bedreigd zijn door wat ik voor wie en dat ze denken: Nou ja, we gaan ze toch maar niet uitleveren. Lijkt, maar lijkt mij waarschijnlijker hoor. En dat is het zo, ja. maar het lijkt ja, nee, het, het hoe ze het nu brengen, dan denk ik: Oh, oké. Okay. Je hebt gewoon, uh, jullie, jullie doen het gewoon nu vrij netjes. Ja, oh, het gaat om uh, Volkswagen's Bentley's en Audi's. Ja, duizenden in totaal, een paar, een paar Bentley's. Maar, uh, nee, ik ben ja. toch wel benieuwd wat het dan is uiteindelijk. En, uh, ja. en of ze het dan helemaal gaan fixen, want dat zijn toch een heleboel auto's die ze dan, uh, ja, waar ze die dingen moeten veranderen. Misschien rijden er al een hoop rond die het onderdeel ook hebben, wie zal ze het zeggen? ...houdt ons absoluut helemaal bezig... ...en we gaan jullie tot de laatste centimeter informeren hierover. En door. En door. En nog meer consumentenadvies. Ja, dit is echt mooi. Ja, pas op voor foute hesjes. Ja, foute hasjes in kapitalen. De ANWB heeft namelijk veertien hesjes getest. Je kent ze wel, die fluoriserende hasjes, ...die je in een hele hoop vakantielanden bij je moet hebben. Frankrijk, Spanje moet het ook, hier niet. Maar dit kom ik wel... Ja, 35% van de hersjes is gewoon niet goed. Hè? 35% van de geteste <laughs> hesjes is niet goed, ja. Wouter. Ja, dat is gewoon levensgevaarlijk. Leven sta je staarde <laughs> op de vangrail en je, je hoort die vrachtwagen toeteren op je afkomen. en dan denk je, ja, hé, hey, ziet die mij? Bij, bij ik heb <laughs> toch een hersje aan? Jij kan mij nu niet aanrijden, want ik ben onkwetsbaar met mijn hersje. Maar helaas, helemaal niet. Nee, nee. nee, het erge, ze reflecteren niet goed, sommigen. Ja, waanzinnig. Ik vind het heel erg. Maar het is wel een ja. goede om te weten. Van Steen voor. Je denkt inderdaad, je staat daar langs de Franse route de Soleil. Eh, in het donker, in de regen. En je hebt veilig je hersenen. je wordt alsnog door een, een plaatselijke Jean-Pierre voor je flikker gereden. Ja, dan denk jij van: het zou mij niet gebeuren. Hele vakantie naar de Gallemiezen. Ja, precies. Moet je niet willen. Ja. Dus let goed op de keurmerken. Ja, Welk hesje ja, je koopt. Aldus de BNB, ja. wat ik zeggen de ANWB. ANWB. Nou ja, jongens, als we de ANWB toch niet zouden hebben, dan zouden we dit nooit weten. Ja. Mijn god. Nou, maar ik wilde hem wel even meenemen, want dan kan ja. het aan ons niet gelegen hebben. Nee, nee, nee. Wij nee. zorgen voor al onze honderdduizenden luisteraars. Die gaan nu veilig. Ga je met de auto trouwens? Ja. Heb je hesje bij je? Uh, ik hoop het. En kijk wel even als je er een koopt naar het Keurmerk. Kijk, ze ja, heb ik ja, weer ja, iemand ja. gered al. Een ja, heel gezin. Ja, Maar we, we zijn van plan om niet stil te komen uh, te staan. Ja, dus dan, uh, nee. Hè? Maar nee. van het concert des levens krijgt niemand een programma, Wouter. <laughs> je weet het niet, hè? Je weet het niet. Ja. <laughs> dus. Ja. Um, ja. Maar ga je via uh, Duitsland? Je... Uh, ja. Nou, ja. daar ga ja. jij misschien wel MILFs tegenkomen. Zeker, zelf al er een naast mij zitten in de auto, denk ik. Oh. 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 Ja, maar ik mag over je eigen verhaal dat zeggen. Ja, mag ik zeggen? Ik mag ja. hopen dat het voor jou een mail is. Anders dan moet ik je toch eventjes uh, gaan counselen. Ja, ja, ja had ik ook is. moeten doen. Oh, ja. sorry. Ja, nee, maar die VR <laughs> was geen. Uh, hmm. En die was alleen een. Elf. Oh, dat was waar. Ja, toch? Ja, ja dat was gewoon. Dat, uh, een, 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 een dat was duidelijk. een wil eigenlijk. Een GILF? Nee. Een GILF is Granny. Oh ja. En, nou, dat, elf, dat, dat was, zat er ook niet in. Dat is de reden nee. van de scheiding, denk ik. Nee. nee, nee Goed, zullen ja. we het over Oh, wacht uh... Maar wij moesten kindvriendelijke podcast maken. hè? Ja, maar dus, we hebben niks op uh... kind gezegd. Nee, 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 nee. Nee, dat is dat waar. We nee, waar. hebben we niet nee, gezegd nee, dat die eh, F voor um, staat. Kijk. Eens. Eh, ik, ja. Solo kussen. Knuffelen. Nee, wat dat het weer? Speciaal knuffelen. Speciaal knuffelen, en Daar staat het voor. Maar goed, in Duitsland dus. Maar Milfs op de weg, hoe kan dat dan? Ja, ja. Hoe, ja hoe kan dat dan? Nou, in Duitsland is dus een... Ja, hoe, hoe. En waar kan ik die vinden? Nou, het staat er gewoon op. Uh, in Duitsland is er een verhuurbedrijf, Miles. Miles in ja, hoofdletters. Uh, ja, en hij heeft, uh, ja, en de, de grap van de week is zo'n uh, die letter E modificeren zodat er een F komt te staan. <laughs> is qua jongstreken. Maar, maar wel grappig. grappig. Ja, <laughs> nou, het is wel grappig. Er staat namelijk heel groot op de zijkant van 21.000 verhuurde auto's, verhuurwagens, van busjes tot vrachtwagens tot personenwagens. En iedereen krapt dus die E eraf dat het een F wordt. Ja, ik vind dat gewoon leuk. Ik hou van die humor. Ja. En, uh, maar het is wel een flinke kostenpost voor het bedrijf uh, Miles, want die moeten natuurlijk al die E's weer terugplakken. Ja. Het is altijd. Ja, het is zeker in wat. de categorie klein leed, maar ook wel weer leuk. Wat was ik weer? Need to know en nice to know. En dit was een nice to know. Ja, ik heb ooit zo'n ding Nou en een niet to know is dat je ja. volgend jaar, nou, volgend jaar, wanneer is het? Nee, misschien dit jaar hmm. al. Dat je toch gewoon weer ongestraft, redelijk ongestraft knijnd hard kan rijden. Nou, wel, nou, nou ja, nou, dat niet, hoor. Nee, nee. nee de kamer wilde verhoging van de verkeersboetes uh, voor, voor dit jaar deels gaan terugdraaien. Het ging 10% omhoog waarvan een ja. gedeelte indexering, zoals ieder jaar... maar ook een gedeelte wat gewoon gecommuniceerd werd... om de gaten in de schatkist... waar Pieter zich zo moeilijk over doet, om die te vullen. Ja. En toen zei DENK... De, die, die kwam, komen dus wel eens met wat goeds van hé, maar dit slaat helemaal nergens op. Dat geld moet ergens anders vandaan komen. Niet uit de verkeersboetes. Dan moeten we gaan aanpakken. En eigenlijk was bijna iedereen het er mee eens. Dus uh, de Kamer, meerderheid stemde voor... Uh, het uh, verlagen met uh, 4,3 procent. 5,7 procent indexering laten ze wel staan... Maar ja, dan zijn we er nog niet, hè? Sorry, ik kan dat niet vinden in de kamer in mijn huis. Siri, waarom zit je tegen oh, te oh, praten? Siri is, zegt tegen mij, ik kan het, omdat ik Milf zei? Nou ja, ja, goed. Ik ben wel heel blij is dat het ik een spelen. Ja. Nee, uh, ik zei 4,3 uh, dus uh, eraf. Uh, uh, wat zei ik nou? Oh ja, uh, minister Jezelgus. Die moeten er nog wel een plasje over doen. Ja. Heb je het, trouwens wel eens gekeken naar de oorlellen van minister Jezelgus? Uh, nee, dat, dat moet je de voor een eens doen. doen. Ja, Want je kijkt uh... namelijk nooit meer ergens anders naar. Oh, Oké, okay. nou wat mij op, opviel is dat ze zeg maar, de verkiezingen toch best wel verloren hadden, maar dat ze met een grote glimlach daar dat stond te verdedigen. Terwijl ik dacht ja, maar je kan ook gewoon zeggen, joh, hey, nou, dit was niet helemaal de uitkomst waar we al op hadden gehoopt. Dus ik ben een beetje chagrijnig, maar uh, ja, hè, schouders eronder, we gaan er weer voor. Ja. stond daar een soort goed nieuws show te houden. Heel apart. Ja. Maar goed, dit scheelt te zijn. Ik zal op de oorlellen uh, letten. Dat dus ja, moet je echt doen. En iedereen yeah. die luistert, let daarop. En, uh, en, en ah, reageer maar. erop in de comments als je hier ergens vrouw. zit. Ik ga er nu even goed ja, op. Dat is echt heel grappig. Het, 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 het is, ik weet niet of je die honden kent, die, die, uh, die best zit. <laughs> nee. Hey. Ja, met die ja, ja. grote oren. Ja, Heb je ja, er al? Ja. ja, bijna. Wacht even. Dat is heel spannend voor de mensen die luisteren. Ik had dat ja. jij... Jij kunt heel goed beeldend uh, dingen omschrijven, hè? Nee, maar ik... Oh, nou, nou snap ik denk ik ook. Zij heeft meestal haar haar een beetje voor de oren inderdaad. Daarom heeft ze ook zoveel haar. Ja, ja. Dus ik vind het wel dat ze mooi haar heeft trouwens, hoor. Vind ik wel, uh... Had ze nog een stukje van afgeknipt, hè? Oh, is dat zo? Ja, dat was echt Oeh, zo. ja, ze heeft inderdaad... Uh... Jezus. Ja. Ja, ik kan het <laughs> dit, dit lijkt wel gefotoshopt. ik het weer... <laughs> Ja. Oeh, ja. Ja, ja, ja. Het zijn uh, echt flinke, uh, flinke jongens. Ja, ja, ja. ja, ja precies. Ja, je, je weet wat ze zeggen over vrouwen met grote oorlellen. Hè? Oh, nee toch? Nee, niks. <laughs> <Nee>, ik <lif -lafjes. laughs> <laughs> ja, Het is zo kindvriendelijk. Uh, ja, Michael is op vakantie, de, de baas. Dus we kunnen lekker zeggen wat we willen. Precies, ja. ja. Die zit uh, in de auto. Ik hoop dat hij een goed hesje heeft, trouwens. Die is ook op Wintersport. Ja. Het zou toch wat zijn, Dat hij geen goed hesje bij zich heeft. Maar uh, nee, maar de, de, het, het zou wel goed zijn. Want ja, ik, uh, ik, ik werk ook met een, een, een meneer die uh, part-time politieagent is. En die geeft ook eigenlijk bijna geen boetes meer. Omdat hij zegt: het slaat gewoon nergens op. Tuurlijk, als je erom vraagt, zegt hij, dan kan je ze krijgen. Als, jij, ja. als hij aan het raam komt en iemand roept. Ja, geef mij met jouw kut salaris Jake, ik kan het makkelijk betalen. Oké, okay, dan krijg je ze zo ook. en dan zoeken we ook alles wat er niet goed is aan je daar ja, krijg je ja, ook een bekeuring oh, ja. voor. Ja. Maar oh, ja. uh, normaal gesproken zeg je ja, het niet meer doen. Anders had je nu een boete van 400 euro gekregen voor iets kleins. Dus uh, ik hoop dat het, uh, dat het doorgaat, zal ook een mooi signaal zijn. Ja, toch? Dat ja, nou, ja. je gewoon niet, uh, niet onbeperkt wat verhogen. Nou, ja, weet je, we, we, we zijn kritisch naar bedrijven die. Uh, die natuurlijk soms uh, echt extreme verhogingen doorvoeren op tarieven. Ja, dan moet, dat moet de overheid dat natuurlijk ook niet doen. Dat is nee. nergens op. Zo is het. En het leven wordt al zo duur. Nou, nou precies. over duur gesproken. De 300ste Singer 911 is gebouwd. Ja. 300. Dat zijn het best veel. Ja. Ja. V vind jij ervan? Ik hoor niet uh, onverdeeld enthousiasme als ik het ja, over zingen. Ja, nee. Ja, nou, weet je, weet je wat ik een beetje heb? Nou, uh, Singer en alle nepzingers. Mm -hmm. Er hey, zijn natuurlijk uh, mensen die ook gewoon hun eigen interpretatie van de auto. Er worden heel veel uh, 964's verbouwd tot iets wat, wat Porsche nooit zo heeft uh, bedacht. Nou, er ja. zijn al 300 zingers. Het schijnt dat zij echt enorm veel uh, auto's gewoon hebben opgekocht. En, en ja, eigenlijk verziek je ze allemaal. Kijk, we hadden in de jaren, jaren 70, jaren 80... om een gegeven moment kreeg je ook uh, van die white body... ...Testa achtige ja. dingen op basis van een 9-11. Ja. En, en toen vonden we dat tof. Dat we, oh ja, dat is gaaf. Nou, als je nu zo'n ding hebt dat je denkt... Hmm, ...moet zonde, weet je. Misschien moet er allemaal weer aftrekken... ...en gewoon in originele staat brengen. Ik heb hier een klein beetje hetzelfde mee... ...dat ik denk, joh, weet je... Uh, er blijven gewoon geen normale 9-11's meer over op een gegeven moment van een bepaalde periode. Uh, omdat ik het echt wat tof vind, maar uh, 300. En dan zijn er echt nog talloze uh, andere partijen die dit ook doen. Dus er zijn gewoon al duizenden uh, van die 9-64's verdwenen. Ja, er zijn hè? er 63.762 van gemaakt uh, ooit. En het is, ja, ook, is het de zeldzaamste ze... ja, 9-11 ooit. Yeah. Ja, nou ja, we verwijnen dus best ja. wel veel. Op zich wel en vind ik, mm, ja, ik, Maar ze zijn da daar da wel vet. Ik vind ze wel mooi. Ja, sommigen. Ik vind, ja, ik vind soms... Nou, dat heb ik ook, dat je nu denkt, oh ja, dat is vet, ledlampje en dit. En het is helemaal nee, van nu. Ja, dat is waar. Maar over tien jaar denk je misschien, oh ja, dat was tien jaar geleden leuk. Maar, ja, dat is shit. wel een risico natuurlijk, wat je loopt. Ik, 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 ben, ik ben benieuwd. Eigenlijk moeten we even naar de eerste singers kijken. En daarvan denken van ja, vinden we dat nu nog zo tof? Of zeg je nu eigenlijk, oh ja, eigenlijk hebben we misschien die... Uh, uh, hebben we een beetje verziekt. De eerste singer uitgebouwd, dus. Porsche 964. Even kijken. Uh, image... Oh, ja, die vind ik toch nog steeds wel mooi, hoor. Oh, oké. Okay. Ja, ja, het is toch... Ja, ik ben, zoals je weet, echt heel erg van de originaliteit normaal gesproken. Originaliteit is een nazi, noem ik hem altijd. Maar ik vind hem, oh, ja. ik vind hem toch wel vet, hoor. Ook al zijn ja. ze oud. Maar ik zou zeggen, inderdaad, doe maar liever... of zet er iets op wat je er ook weer af kunt halen... dat je hem weer origineel kunt maken. Doe mij maar gewoon een, uh, moet ik zeggen, 965, hè? De Turbo... En dan de 3.6. En dan gewoon lekker helemaal zoals die uit de fabriek kan ja, komen. Zo wil ik hem wel hebben. Dat is tof, hè? Ja. ja vind ik heel mooi. Ja. Onbetaalbaar inmiddels. Ja, dat is echt erg. Niet te doen. 3, ja. 4 ton of zo voor zo'n ding. Hoop geld. Ja, je, je hebt ze nog wel veel minder. Maar het is, het, 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 is, het is ver voorbij de pijngrens dat je denkt... Oh ja, nee, weet je, nee. Nee, dat is echt heel duur. Een Lucid is goedkoop vergeleken bij zo'n Porsche. Precies. Ja, ja. Precies. Nou, dus, maar jouw favoriete ziet er dus gewoon uit als een originele 964. Heel duidelijk. Ja. Nou, beter. Over origineel gesproken. Geen idee waarom ik het zeg. De Tesla Model Y. Model Y. Model I. Die wordt ook gefacelift binnenkort. Net als de 3. Of de 3. Hoe jij wil. Alleen is die niet overal te koop. Gaan ze in sommige markten gaan ze de oude gewoon nog aanbieden. China bijvoorbeeld. Ja, dat is apart, hè? Ja. Moeten ze nog wat oude koplampen uitleveren? Misschien is het goedkoper, nee. ik weet het niet. Ja, nee. het is apart. Ja, en ik heb ook hier een klein speelfoutje gemaakt. De prijs van de Model Y in de Verenigde Staten is niet 100 euro minder of 100 dollar, maar 1000. Dus weer prijs duizend. naar beneden gegaan. Ja. Ja, ze blijven daarmee stunten. Maar dit nee, is dat toch, is toch... Het is best naar als die dingen steeds goedkoper worden. En stel je voor dat ik nou een 3 had in plaats van die S. Als ik hem zou willen verkopen... Ja, uh, voor hetzelfde geld koop je nu een nieuwe... voor hetzelfde geld als wat ik uh, tweedehands voor betaald ja. heb. Ja, Het absoluut. Is, dat is toch niet meer te doen dan? Hoe gaan ze daarmee nee, om? Nee, nee, niet hè? Nee, niet. Nou ja, de vraag is hoeveel er nog vanaf gaat hè, van de prijzen nu. Maar ik, ik, ik blijf het zeggen, ook de, de Model Y-kopers van een jaar geleden... Ja, die, die zijn in principe een beetje in de aap gelogeerd. Want die schrijven gewoon hard af. Ja. ja. En, en dan zie je bijvoorbeeld in... Uh, ik zag wel iemand dat posten ergens uh, op een Tesla-forum-achtig ding. Uh, iemand die zijn Model Y, die had twee jaar geleden gekocht. Zeg maar hè, Gedurende COVID, dat die prijs natuurlijk lekker omhoog gingen... in plaats van omlaag. Uh, en die wil nu inrijden en die krijgt nog 26.000 dollar of zo voor zijn Model Y Performance. Met alle goodies en zo uh, erop. Dus uh, dat, 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 dat gaat dan wel een beetje pijn doen. Ja. En in Nederland is het nog niet zover, omdat er. Wie uh, 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 weet het? Uh, ja, we hebben nog niet zo heel veel Model Y-aanbod. Dus nee. weet je, dat valt dan nog wel mee. Maar het gaat natuurlijk wel komen. Dus die gaan gewoon afschrijven. Die gaan gewoon net zo hard afschrijven als die uh, Model 3. Maar met de 3 wordt ook wat aan het eind van dit jaar. Als dan die 150.000 leasebakken weer op de markt komen. 1,5 ja. mij... miljoen, hè, Center? Ja. <laughs> nog net iets meer. Ja. Nee, maar dat, dat is ook. Joh, die, die gaan ook te geef, denk ik. Die gaan bijna gratis. Gaan zo over de toonbank. Ja, nee, verwachting is begin volgend jaar Model 3, uh, onder de 15.000 euro. Heb je er een. Ah, En ja, dat bizar. zal wel niet de meest mooiste zijn, maar ja, ja, kijk, en dan wordt het natuurlijk op een gegeven moment wel interessant om zo'n ding te gaan kopen. Ja, zeker dan uh, wel. Maar ik blijf, ik blijf het maar elke keer bij zeggen: kijk alsjeblieft even of zo'n ding nog accu garantie heeft en elektromotor garantie, want ja. je gaat voor gaas anders. Dat is prijzig, hè? Ja. ja dat heeft van het heeft mij gelukkig is wel, dat scheelt. Dus euh, nou, ik had eventjes eentje verder. En dan hebben we Tesla gehad, de Cybertruck. Wat is er nog oh, ja. niet over gezegd? Maar <laughs> je kent het wel met die mooie roestvrijstalen panelen. Ja, ja het, zit, het komt toch af en toe roest op. Heel <laughs> hij, roest. Ja, ja, ja. hij heeft kogelvrije ruiten waar je uh, met, met een klein kiezeltje een gat in gooit. Hij heeft roestvrijstalen platen die roesten. Nou, ja. ben benieuwd. Waarschijnlijk stoot hij ook gewoon nog CO2 uit. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, nou, en je had ook wel een paar van die uh, filmpjes dat ze ermee gingen offroaden. Maar die, die banden die er affabriek op zitten, die zijn niet echt geschikt daarvoor. Dus dat die dan maar binnen minst of geringste stil uh, staat, uh, vast in de modder. Nee, ja, weet je, wat? ik vind die Cybertruck uh, zeg maar het... De uiting van, van hoe Elon Musk uh, Tesla uh, runt. Die maakt op een gegeven moment een heel gek ontwerp. ontwerp ja. Wat ik op zich ik vind het niet mooi, maar het is wel gaaf. En laat het zo zeggen. En het valt op. Helemaal eens. Ja. Uh, 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 en dan op een gegeven moment zegt iemand: waar, ja, maar oké, okay, uh, dit kunnen we nooit in Europa verkopen. Ja, yeah, I don't fucking care, zegt hij bij wijze van spreken. Ja, maar dit, ja, uh, yeah, uh, kogelvrij glas, ja, dat gaat niet werken, want hè, uh, dit is te duur en uh, we kun, je kan er wel gewoon weer iets doorheen gooien, dus slaat nergens op. Ja, maakt niet uit, moet er toch in. Uh, RVS, ja, jongens, zit je, krijg je, krijgt het bijna niet mooi. Uh, plus, nou ja, uh, in een auto, uh, wellicht gaat het toch, ik nou, uh, uh, toch sneller roest op of weet ik veel wat ik wat. En hij heeft volgens mij alles opzij gewuifd en gewoon het moest en zou zo gebeuren. En dat heeft met de Model S heeft natuurlijk ook, hè, zeg maar, hebben ze uh, heel innovatief uh, gekke dingen gedaan, maar heeft wel geleid tot een auto die uh, de wereld heeft veranderd. En met die Cybertruck denk ik, ja, eigenlijk, eigenlijk voelt het al als mislukt. Ja. Uh, ja, ja. Weet je en gaat ook, weet je, gaat hij ook nooit veel van verkopen? Want het is alleen maar Amerika. Uh, en andere ja, landen en zo heeft daar gewoon geen zin Europa kan die niet in, want hij voldoet sowieso niet aan de botsproefdingen uh, nee. En zo. Dus ja, ik denk dat dit gewoon zijn eerste mislukking gaat zijn met, met Tesla. Dat denk ik echt. En waarschijnlijk daar... weet hij het dan zo te spinnen dat dat nog een, een enorm succes is. Hè? Ja, nou ja, dat zou kunnen natuurlijk. Dat zou kunnen. Ja. Ja. Maar ja, goed, ik vond het wel weer grappig. Dus uh, ik ben benieuwd wat we volgende week over de dingen hebben. Wat er dan weer ja. uh, allemaal kapot is. Wat ja. wel een succes is gebleken, is de Volkswagen Golf. Er is namelijk ja. een speciale editie te koop, want. 50 jaar hè? Ja. 1974? Ja, 1974 was het. 74? Ja zeker. Ja, 74. Ja, ja, okay. De 50-jaren-edition. Ja. Verder ja, 50 zeg op, ja, op jouw manier? 50-jaren-edition, ja. 50 jaar edition, ja, het oh ja. uh, ja, is een beetje slap, heb je opgeschreven met ja. alleen een optiepakketje. Het is erop. eigenlijk ja. gewoon allemaal opties die je ook gewoon op een normale golf kan bestellen. Alleen zit het er allemaal op en staat er 50 jaar. Staat er in en is ook niet limited. het is geen dikke GTI zoals ze we wel vaker hadden. De 30-jaren-edition en zo. Ja, maar dat was dan voor 30 jaar GTI. Ja. Dus dat dat ja. Maar misschien eh, nee, komt dat nog nee, ja. wel dan. Nee, want de GTI gaat eruit, toch? Begreep ik. Nee, joh, heb je het verkeerd begrepen? Oh, gelukkig, ja, dat heb ik op Autoweek auto week gelezen. Die zeggen oh, dat zeggen dan is het ja. Ja. <laughs> nee, dat is alles niet zo. is alles wat ik fout zeg heb ik kader ah, ja, Nee, weet je, uh, golf, ja, bedoel, die heeft gewoon een facelift gekregen en, en dit blijft voorlopig nog leven. Okay. Ik weet niet, ik, geen idee wat er, wat er, op termijn mee gaat gebeuren. Het zal vast wel ook een plug-in hybride moeten worden. Ja. Als er die me kunnen verkopen, maar ja, dat zien we dan weer. Hè. Ja. Dat zien we dan, dat dan wel zien weer. Dat zien we dan weer. En de Skoda Octavia, zeker, die is gefacelift en ik vind een hele gekke neus heeft die gekregen met allemaal liftlafjes en, en gekke punten en zo. Erin. Ik vind het niet mooi. Uh, nee? Nee, ik vond het lekker een no-nonsense-hotel. En dan is het nu no-nonsense met een lelijke neus. Ja, dat, wat het is wel bijzonder natuurlijk, want Skoda was altijd gewoon hè, het, het brave jongetje. Uh, veel je voor money, veel ruimte, super handig. noem maar maar op. Um, en ja, het wordt wel steeds uitgesproken ik, ik vind sommige dingen wel mooi. Mm -hmm. Ik vind... Ja. Maar deze vind ik niet zo heel erg geslaagd. Maar ja, dat ben ik, hè. Ik was toch niet in de markt voor een Skoda. Dus het boeit eigenlijk niet zoveel, wat ik ervan vind. Ik ga nog eens even goed kijken. Ja. Ja. Heb je hem al? Ja. Ik, weet je, volgens mij zit vooral die... Hey, onze slideshow gaat automatisch door. Dat wist ik ook niet. Het is een feature. <laughs> uh, <laughs> ja, dan gaat hij weer. Serieus, in tien ja. seconden springt hij naar een andere foto. Nou ja. Uh, die dagrijverlichting die, die, die zo, zo door naar beneden getrokken is... Ja. ja nee weet ah. ook niet nee maar, nou we zullen ze gelukkig ook bijna niet tegenkomen nee oh je wel ze worden goed verkocht ja. die dingen maar terecht ja. weet je uh, zo, zo, zo heeft ieder, uh, ieder merk heeft wel eens een design gebreken en dat wordt vanzelf weer opgelost hoop ik luister je mee BMW ja. Maar, um, ja, en uh, nou ja, het laatste dingetje wat ik uh, ook wel weer vond. In Duitsland uh, moet je nu ook meer parkeergeld gaan betalen als je in een SUV rijdt. Let wel in bepaalde steden. Maar uh, de, de tendens uh, is, uh, of de, de toon is gezet, de teneur is ingeslagen, hoe noem je dat? Weet ik veel. Ja. Het is in ieder geval. De uh, het heb vrije ruit is ingegooid. Het president ja, is geschapen is of geschept? dat ja. weet ik dan ja, ook weer ja. niet. Het dus... president is groot geschapen. Zo is het. <laughs> Hele grote schapen. Ja, nee, ja. dus uh, wat vind jij ervan? Nou, ja, ja weet je, ik, ze, nemen, ze nemen niet meer ruimte in beslag. En dat is natuurlijk absoluut niet waar. Want ze gaan meer de hoogte in. Het is zwaarder. Ja, weet je, ik vind het een beetje flauwig. Uh, dan, dan, had je, dan hadden we dat ergens anders al moeten afremmen. Weet je, ik vind... Het probleem is altijd met een SUV, dat heb ik zelf namelijk ook... Als ik daarin zit en rijd, denk ik: Oh, dat is wel lekker dat je even wat hoger zit. Ik kan ja. net even, je ziet andere dingen en zo. En, en dan ga je denken... denk ik: Oh, verrassend uh, veel brandstof verbruikt. Maar ja, hei, boeien. Uh, eigenlijk is het, het rijdt op alle manieren slechter. En het enige voordeel wat je hebt, is dat je hoger zit en iets makkelijker instapt. En ik zeg iets omdat. De meeste moderne, normale auto's zitten helemaal niet zo laag. Zo, weet je? De, nee. Dus ik, ja, ik, ik denk, het slaat helemaal nergens op. Ik vond het wel fijn, hoor, zo'n zo ding. Het, gewoon een beetje het King of the Road gevoel, vond ik. Ja, ja. Ja, 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 ja. tot je bij de eerste bocht komt en dan moet jij afremmen. En iemand die in een normale auto die klapt, hem er gewoon knijter doorheen. Ja, nee, ja, ik dat is wat mijn doen off, met op mijn off had ik 21 inch velgen met van die lage racebanden erop. Ja, en oh, dat ja is, uh, zeker. Ik, ik ging ja. gewoon hard de bocht door hoor met mijn diesel. Ja, precies. Ja. <laughs> maar goed, nou ja, het is wat het Is, wel, het is uh, Amsterdam en Nijmegen zullen volgen en Utrecht natuurlijk, ongetwijfeld. Ja. als het maar ergens uh, als ze er ergens de auto's kunnen pesten, dan is het daar. Uh, nou, dan hebben we ook nog een stukje Formule 1 natuurlijk. De RB20, toch waar wij Nederlanders het meest naar uitkijken en keken. Hij is gepresenteerd. Ja. ja, heeft... ja ik was vooral benieuwd of uh, onze, onze viespeuk Christian erbij was. Christian Horney. Nou, hij... hij was erbij. Christian <laughs> Horney was erbij. Ah, en nee. Ja. Daar ik... zei er niks ja. over, over het nee. onderzoek. Nee, dat zal ook wel niet mogen. Is toch... Ergens is het wel bijzonder. Maar je ziet het natuurlijk wel vaker uh, dat je, dit kan twee kanten op, op gaan. Hè? Het is heel uh, ingewikkeld. Dit. Er, is, er is eigenlijk niet zoveel aan de hand, of er is wel veel aan de hand. In beide gevallen is het toch de historie leert dat die mannen gewoon denken. Ach, het zal me allemaal jeuken. Ik ga daar gewoon staan, want hey, dit is ook mijn feestje. Uh, ja. het, het, hij is wel heel lang door een advocaat ondervraagd, schijnbaar. Ja, ik was er niet bij, dus ik weet ook niet hoe lang het echt was. Dus, je, je, dan zou je denken, er is wel iets. Dus uh, ja, ja, apart. Maar goed, ja. Ja, die RB20. Hij ziet ja, ik er vind die... Anders uit. Ja. ja, ik ga nog even kijken. Ik, weet je, ik vind die altijd zo niks zeggen. Nee, De nou, auto's zijn. Autos zijn eigenlijk allemaal niet mooi namelijk. Dat is waar. Maar ze hadden hem ook die shakedown op Silverstone. En hij klonk wel weer echt heel erg snel. Ja. Nee, hij was geen shakedown, hij was een... Uh, ja, zo, zo van die filmdag, zo'n persdag, uh, ja. zo'n ja. zo ding. Maar hij klonk wel ja. echt weer alsof hij heel hard kwam. Maar ja, ja, dat kunnen ze allemaal. Dat kan een, een haas kan ook hard. Ja. ja. Maar ja, volgende week de eerste test. Kijken of we wat gaan, gaan zien, gaan merken. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat er wat meer competitie is. Dat de Mercedes, dat die hard gaat. Dat Hamilton wereldkampioen wordt en dan naar Ferrari moet. Dat zou echt wel lachen zijn. Ja. Ja, dat die Mercedes ja, zo goed is. Ja, weer. Ja, ja, ja. Oh, shit. Oh, ja, We hebben de RB20 en de RB19 naast elkaar. Ja, sorry. Ik, ik weet je... Iemand moet mij de verschillen maar gaan uitleggen. Maar ik zie toch gewoon. Een... Die uh, halo die loopt helemaal door tot achterin ongeveer. Oh ja, dat ja. En hij heeft de een, neus andere, is iets een andere. Een andere lucht inlaat. Die is nu vierkant. En uh, de sidepots zijn nog kleiner geworden. Dat is het uh. een beetje wat je kunt zien op het eerste, eerste nee, ja. gezicht. En of wat ik ook leuk vind. Ik verheug me er al op. Popcorn klaar. Volgende week vrijdag. Nieuwe seizoen. Drive to Survive. Met het succesverhaal ja? van Nick de Vries. Ja. Nou, ja, ik vind het twee... wel altijd leuk. Ik moet zeggen, ik kijk altijd twee, drie afleveringen... dan heb ik het weer gehad. Maar nou, dat had is... ik vorig jaar dus ook. in ja. Eigenlijk na twee al, dat ik dacht, ja, het zal wel. Ja. Ik, ik, uh... Het heeft niks met Formule 1 te maken eigenlijk. Hè? Het is alleen en leuk weinig. om af en toe een beetje achter de schermen te kunnen kijken. Dingen ja, die niet weinig. Ja. Ik, ik, ik ben wel benieuwd in aan wat ze van Nick de Vries hebben... en hoe ze dat in beeld hebben gehad. Niet om, zeg maar, te spelen, maar wel omdat het... Ja, ik vind het wel interessant. Maar Nederlander, weet je, dan heb je er toch wel een beetje, beetje meer gevoel bij... dan hè, een willekeurige andere nationaliteit... waar iets mee gebeurt die we stopt of in, in de Formule 1 komt. Dat je, toch allemaal niet zo boeiend. Dit was toch wel een gaaf verhaal. Ja. Uh, ook wel snel klaar. Dat was dan wel jammer, maar ja. Nee, nou, ja. We gaan het allemaal zien van de volgende week vrijdag op Netflix. Netflix. Ja. En het. Uh, worden okay. we hiervoor betaald door Netflix? Nee, nee, we nee. worden oh, überhaupt niet nice. betaald toch hiervoor? Ah, oh, dat is waar. Dat dat is, uh, mocht je nog willen sponsoren, dat het kan. Ja. Ja. Maar het maakt ook ja. ons niet meer uit, waarmee en waarin. Neem alles nee. aan. Zo zijn wij. Ja. Zijn we een hoop. Gratis koffie. ook. Doen wij ja, het ook voor? Ja. 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 Of of gewoon korting op koffie. Vinden we ook wel goed. Uh, het Occasion-geluidje zit in het uh, mengpaneeltje wat uh, op de redactie staat en niet hier. Dus ik doe occasions. Occasions, ja. Nou, ik heb mijn Occasion al genoemd. Dat wordt het niet. Jouw Occasion wil je nog steeds niks over vertellen? Nee, ik heb, weet je, ik, 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 ik volg zeg maar aanbod van uh, Porsches 911 in, uh, in Nederland en in uh, nou ja, de rest van Europa natuurlijk ook wel. Dus vooral in Duitsland, want weet je, alles wat er buiten is, is meestal toch nou, minder interessant. Ik heb er nu twee van die ik denk, oh, die zijn wel heel gaaf. Eén veel te veel kilometers en uh, uh, maar wel vrij episch. En eentje, ach, gewoon zo'n mooie kleuren combi. Uh, dan denk je, oh, roze met rood leer. Nee, gewoon zwart en een beetje beige, bruin leer. Klinkt echt mooi. Een GTS, dus ook wel gewoon echt een goede uitvoering. 99. Nee, geen, nee. Nee, 997. Oké. Okay. Dus oh, uh, nee, echt, wel, echt wel een mooie. Alleen eigenlijk weer net te jong. Dan komt hij niet in de jongtuinregeling. Uh, dus nou we hebben de een die is, die, die is geen youngtimer, dus eigenlijk heb ik daar net niks aan, dan kan ik net zo goed een 991 kopen, een veel nieuwere, ja. uh, eh, ook financieel gezien. Uh, en we hebben de een die heeft eigenlijk veel te veel kilometers, dus mm. er zit wel een soort risicootje aan. Maar wel tof. Maar, ja, maar goed. Nou, uh, Het uh, is wie, sowieso wie wie leuk dat het je bezighoudt, hè? Ja joh, hè, nee, ja, dan lig ik s'nachts weer wakker en denk ik nou, we gaan maar weer eens 911 kijken of zo. Heerlijk. Ja, ja, je moet iets doen. Zo is het, hè? En uh, Milfs, uh, daar, daar mag je niet naar kijken als je… Ja. of wel? Nee, nee. Nee, ik echt niet. Als mijn mail van slaap is, ja, wat gaat ze doen dan? door. Zo is het. Nou, er staat ook nog een spijker te koop. Vorige week hadden we er eentje, maar nu staat er een LM85 La Een oranje, zo'n raceversie als het ware. Nee, maar het is toch die limited edition? Ik heb een keer zo'n ding gereden. Laat ik zo ik heb één keer in een spijker. Nee, het is niet waar. Ik heb twee keer in een spijker gereden. En één keer was in dit ding inderdaad. Toch? Ik ga even googelen. GLM50 ja, ja, zeker. Daar in, ja, ja, in 2010. Jongen, jongen, mijn rijwijzer al, zo oud ben ik al. Jij ja, bent echt wel heel oud, inderdaad. <laughs> oh, ja, <kijk. laughs> maar dat maakt niet in. uit. Nee, um, merk je niks van? Nou, hij gaat een tonnetje of 7, 8 kopen. Ja, ze komen opeens een beetje in het nieuws weer als, als, als beleggingsobjecten, de spijkers. Hartstikke leuk. Nou, dat komt natuurlijk door onze Nederlands vriend Jasper, spijker-enthousiast... Ja. die uh, onderhoud mogelijk maakt en upgrades... en gewoon zorgt dat je er ook daadwerkelijk mee kan rijden. En, en Want dat was het issue. Ja, is leuk, je koopt zo'n ding. Uh, en vervolgens... Uh, ja, is er niemand die daar iets mee kan? Ja, het is ook gewoon een Audi V8, dus dat, uh, hè, dat, dat is nog wel te doen. Maar de rest, ja, daar kan wel eens wat mis mee gaan, natuurlijk. En zo. Dus, ja, uh, nou, maar ik vind 7,8 ton wel vrij ambitieus voor die auto, moet ik zeggen. En heel veel geld. Ja, <laughs> dat ook. Het geluid. het geluid. Het geluid. Heel gek, het geluid van vorige week is niet geraden. Is dat zo? Ja, dat was deze. Hij yes. ja, gaat zo uh, gas geven hoor. Nou, oh, dat hoor jij niet. De luisteraars het maar horen. Ja, die horen het hoor. En ik hoorde het ook heel hard. Anders wordt het helemaal lastig geraden ja dan is het een Tesla is een <laughs> Tesla nou... oh dus is... oh, een Nikola Tesla ja. nee, nee dat is het niet? zeer zeker niet het is uh, nee. het is het is een andere auto dus als je het weet uh, nou als het goed is uh, staan we ook weer op uh, op de YouTube uh, deze week dus dan kan het daar ja. in de comments stonden en anders stuur het even door naar um, tipsautoblog.nl ja. en dan uh, win je iets ja, iets. Weet ik nog niet wat. Nee. ja wel, wel een keer verzonnen wat, maar dat hebben we nog niet geregeld. Nee, dat, uh, dat moet nog een keer gaan gebeuren. Um, nou, dan hebben we eigenlijk uh, niet zo heel veel meer. Deze nog. De reactie van de week. Het interessante is dat ik dat geluid wel hoor. Dat ja, ja dat, dat komt omdat deze uit het machientje komt en de andere kwam uit mijn computer. Oh, oké. Okay. Dus vandaar. Nou, als het maar uh, in de, in de, in de audio zit. Zit zoals, er zeker hè. Uh, Maar de reactie van de week. Over het onderzoek naar Horner. zeg jij. Of uh, gooi hem er maar in. Ja, batterijlikker. Die zegt erop. Het wordt tijd dat er weer gereced gaat worden. Al dat softe gelul. En daar ben ik het wel mee eens. Nou uh, ja, ik... Ik denk dat dat misschien wel het probleem geweest met die dik pik. Van ja, weet je, als hij nou nog een soft softer softe, <laughs> softe had gestuurd. Ja. Hadden. En had de dame in kwestie nog gezegd nou, zo, zo. Zo. Uh, ja, zo. Ja, zo, zo. Maar goed, het is ja. tijd dat er weer gereest gaat worden. 2 ja, maart zeker, de eerste. 29 februari beginnen ze. Zaterdag 2 maart. Dan s'avonds de race. Ik heb alleen oh, zin Ik heb ja, er ja. Het is wel weer ja. leuk. Gewoon, dan ja. hebben we weer wat te doen op zondagmiddag. Slapen. Zo is het. Heerlijk. Wij slapen. Nou, dat was hem. We zijn hem weer veel te lang bezig, Wouter. Kan jij, ja. Ga jij lekker de autoshow doen straks? Ik ga de loodshow doen. En uh, daarna een beetje vakantie vieren. Oh, heerlijk. Uh, lekker, hè? En dan maken wij gewoon een, waarschijnlijk iets later de, de volgende podcast. Maar daar merken jullie niks van. Helemaal goed. Behalve dat hij iets later online komt. Maar voor de rest Precies. merk je er niks van. Wouter, een hele fijne vakantie. En uh, oh yes. ja, je moet nog wat zeggen. Oh ja, luister de de podcast Heb je net gedaan. Ja. Ja, <laughs> dat nou, een... heb je dat zeg tegen heb je de... vriend. Misschien moet ik dit <laughs> ja, eens aanpassen zeg. na een jaar. Ja, ja. Zeg, zeg tegen je vriend dat ze allemaal moeten luisteren. Zo is dan het. Zorg dat we nummer één blijven. Nou, dan was dat dan. Wouter, een hele fijne vakantie en uh, su succes met je programma zo. Ja, dank je. ook. Oké, dat is het. you guys? Okay. Okay, go. I'm going home.